4 jaar geleden hier een mooie NK gehad. Toen was het echt een prachtige ambiance. Toen werd er inderdaad al gepraat over dat ze een keer een groot kampioenschap wilden houden. En gelukkig hebben ze dat toch voor elkaar gekregen. En krijgen we hier nu een jubileumweek al rand. We hebben nu een beetje regen hier. Maar uiteindelijk, dat hoort ook een beetje bij de omstandigheden. En ik denk ook dat een heel bijzonder cachet gaat geven aan de wedstrijd. Hoe ligt het ijs erbij? IJs is prima. Ik denk dat het beter is dan 4 jaar geleden. Toen was het toch echt een try-out om te kijken van hoe het was. Dan merk je nog heel erg dat van die componenten waren, dat je af en toe die richels voelde. Maar dat was nu een heel stuk beter. Dus dat hebben ze echt. Ze hebben hier natuurlijk ook de ijsmeester uit Heerenveen. En die probeert natuurlijk zo goed als hij kan het voor elkaar te brengen. En ik denk dat zeker gaat lukken. Hoe voelt het om even met de andere kampioenen samen op het ijs te staan? Nee, dat is super leuk om even lekker te schaatsen met elkaar. Dat is fantastisch, joh. En dit is gewoon een mooie sfeer.